Hallo, we zijn vandaag in Brussel en we gaan op bezoek bij Octave Energy. Maxime Snik verwacht mij binnen en ik ben toch eens benieuwd waarom dat zij specifiek in dit mooie gebouw zitten. Hallo, dag Reginald. Welkom hier in Greenbus. Dankjewel, het ziet er mooi uit. Ja, ja, mooi gebouw. Hè? Ja, het is volledig passief. Dus de perfecte omgeving voor ons om onze duurzame batterijen te ontwikkelen. Ja, want dan moet je mij toch even vertellen waarom dat jullie specifiek hier zitten en misschien ook je activiteit dan een beetje toelichten. Ja, ja, met veel plezier. Maxime, hoe komt het eigenlijk dat we jou hier in Greenbus ontmoeten? Ja, Greenbus is eigenlijk een incubator voor ondernemingen die een link hebben met duurzaamheid. En Octave past daar natuurlijk perfect in. Hè. Wij bouwen batterijen voor energieopslag van bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. En onze batterijen zijn eigenlijk opgebouwd met second life modules. Dus dat wil zeggen dat we batterijen uit elektrische voertuigen gaan hergebruiken. Dus dat is natuurlijk een zeer mooi duurzaam verhaal, omdat je enerzijds een circulair product hebt, hè, waarbij dat je een module die eigenlijk klaar was voor recyclage toch nog een tweede leven geeft. En anderzijds help je eigenlijk om het energiesysteem te laten evolueren naar een hernieuwbaar energiesysteem. Dat is een dubbele win. Exact, ja. Voilà, voilà. En is dat dan voor privégebruik of industriële installaties? Wij mikken vooral op KMO's en industriële sites. Dat is enerzijds omdat dat een interessanter formaat is voor het batterijsysteem en omdat we daar ook gemakkelijker onderhoud op kunnen doen. En anderzijds is dat ook omdat er op dit niveau meer verdienmodellen beschikbaar zijn. Dus de terugverdientijd van de batterij wordt interessanter bij die KMO's en industriële sites in vergelijking met residentiële klanten of zelfs met industriële battery farms die echt specifiek aan het hoogspanningsnet gelinkt zijn. Ja. En jullie doen dan eigenlijk het volledige traject. Jullie gaan naar een KMO, kijken wat nodig is. Jullie zorgen dat die batterijen er geraken. Die moeten jullie ergens gaan sourcen. En jullie doen dan ook de hele installatie en opvolging? Of hoe moet ik het aanbod dan eigenlijk zien? Ja, onze positionering is eigenlijk als volgt. Hè. Wij komen in de picture als de batterijen al ontmanteld zijn. Dus we gaan eigenlijk gezonde batterijmodules aankopen. Die gaan we dan transformeren en opbouwen in een nieuw batterijsysteem. En dat is eigenlijk ons product dat we verkopen. Hè. En dan hebben we twee manieren om dat naar de markt te brengen. We hebben enerzijds channels, zoals bijvoorbeeld installateurs van zonnepanelen, die ons product mee aanbieden met hun PV-installatie. Maar we gaan ook zelf rechtstreeks naar de klant. Hè. Dat is zeker in deze fase voor ons belangrijk om te voelen wat er leeft. Maxime, als zo'n KMO zo'n installatie koopt, waar gebruikt hij die dan voor? Waar kan hij die voor aanwenden? Ja, een batterij is eigenlijk een heel veelzijdig product. Hè, en je kan die voor verschillende toepassingen gaan gebruiken. Wat dat intuïtief hè, de meest eenvoudige is het optimaliseren van de zelfconsumptie. Dus dat is eigenlijk het opslaan van bijvoorbeeld lokaal opgewekte zonne-energie, zodanig dat die later kan gebruikt worden als de zon onder is. Dat is de meest eenvoudige toepassing, maar daarnaast kan de batterij ook ingezet worden om aan peakshaving te doen. Dus dat wil zeggen het piekverbruik van de site naar beneden te halen. Dat is ook iets dat alsmaar belangrijker wordt, zeker omdat het distributienet in België verzadigd geraakt. Des te meer omdat er veel elektrische voertuigen bij komen en ook omdat de warmte eigenlijk geëlektrificeerd wordt. Je gaf aan dat jullie toch wel ambitie hebben om te groeien binnen België, maar ook internationaal. Dus jullie zijn op een gegeven moment op zoek gegaan naar financiering daarvoor en jullie zijn bij BAN Flanders komen aankloppen. Waarom specifiek bij Business Angels bij BAN Flanders gaan vragen? Ja, wij zijn inderdaad een bedrijf dat kapitaalsintensief is. We moeten hardware ontwikkelen, dus wij hebben een hoge upfront ontwikkelingskosten. Die moet gedekt worden. Dus de stap naar de investeerders, die moesten we zetten. En de belangrijkste reden waarom dat we bij BAN Flanders terecht zijn gekomen, is omdat de Business Angels een hoog risicoprofiel hebben. Zij zijn een van de weinige investeerders die durven investeren in dit soort technologie en die ook heel flexibel kunnen omgaan met zo'n project. Want jullie zochten ook specifieke profielen binnen die Business Angels, dat buiten het financiële er ook kennis of netwerk of contacten of dergelijke binnenkwamen? Ja, dat klopt. Wij waren inderdaad niet enkel op zoek naar puur geld, maar ook naar wat je al vernoemde, expertise is heel belangrijk, zeker in deze fase van de ontwikkeling van het bedrijf.
Een netwerk is ook enorm belangrijk. En dus dat is uiteindelijk ook wat we hebben gevonden in onze investeerders. We hebben zowel een investeerder die upstream vertegenwoordigd is en die links heeft met de automobielindustrie. Okay. En we hebben ook een investeerder die eerder downstream zit en die heel goed de energiemarkt in België kent. En dan daarnaast hebben we ook nog een impactfonds. Dus voor ons is eigenlijk het crunch aan investeerders heel goed gealineerd met de noden van het bedrijf en de waarden van het bedrijf. Ja. Denk je dat het voor bedrijven in België die in die duurzame sector actief zijn, gemakkelijker of moeilijker is dan in het buitenland om financiering te gaan ophalen in zo'n vroege fase? Heb je daar een beetje vergelijkingspunten? Of hoe heb je het zelf ervaren? Was het een gemakkelijke tocht of was het toch wel echt met specifieke hindernissen? Ja, ik denk dat er heel weinig start-ups dit proces als eenvoudig of gemakkelijk zouden omschrijven. Maar het is wel zo dat duurzaamheid aan belang wint, denk ik. Er zijn een aantal specifieke fondsen die actief op zoek gaan naar impactinvesteringen. Maar ik denk dat uiteindelijk de meeste investeerders wel in de eerste plaats nog altijd op zoek zijn naar een leefbaar verdienmodel. Een gezonde financieel model ook. Maar natuurlijk wordt het impactgedeelte, dat kan dan duurzaamheid zijn of sociale impact, wordt duidelijk belangrijker als bonus. Je haalde het net ook al aan, hè. Fondsen en dergelijke zijn al heel erg met duurzaamheid bezig. Business angels misschien nog niet zozeer. Je mag weten, Ban Vlaanders wil er in de volgende periode sterk op inzetten dat business angels en de bedrijven die ook bij business angels komen aankloppen echt toch wel aandacht hebben voor de sustainable development goals en dergelijke. Denk je dat het een goede zet is van Ban Vlaanderen om daar dingen rond te gaan ontwikkelen? Ja, ik denk dat dat essentieel is. Hè. Zowel de klanten zijn op zoek nu naar duurzame oplossingen over de hele maatschappij. Mm-hmm. En ook de investeerders die na de business angels aan boord komen, de grote fondsen, die gaan heel hard op zoek naar KPI's wat betreft impact. Dus het is denk ik zeer verstandig om dat al mee in te corporeren in die early stage fase met de business angels van Ban Vlaanderen. Allee, ik denk dat het heel mooi is. En net zoals jouw bedrijf is, staan wij met Ban Vlaanderen ook aan het begin van een evolutie daarin. En ik hoop dat we in de toekomst onze gezamenlijke paden misschien weer eens ergens kunnen kruisen. En dat we kunnen terugblikken op de mooie start die we met Ban Vlaanderen, maar vooral ook de angels en de andere investeerders die erin zijn gestapt, voor jullie hebben kunnen bieden. Ik wens je alvast heel veel succes daarmee. Dankjewel, Reginald. Kijk, hè. Nu maar hopen dat mijn batterij niet plat is ondertussen. Ciao!